Yo de mensen, tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video bij mijn kanaal Gamesview. En in deze video gaan we een speciale supply drop opening doen voor jullie. Ik heb natuurlijk, zoals je rechtsbovenin ziet, ook wat crypto keys gespaard. Dus die kunnen we ook allemaal op gaan maken. Maar natuurlijk, waar het het meest om draait, is natuurlijk de Grand Slam Bribe Bundle die ik heb gehaald. Ik heb hem niet gekocht, want ik zei van, yo, hè, de laatste bribe, zou het enige zijn wat ik nog zou kopen in dit spel. En ik heb het gewoon legit gehad. Ik heb de 125 wins echt deze, wat was hij, 3-4 dagen gestreden. En het is me gelukt. We zijn fucking hier. En we hebben natuurlijk de bundel gehaald. Dus wat je hebt gekregen is no dupes. Dat zijn 20 rare supply drops zonder duplicates. Dus dat is fucking sick. We hebben een reward, een camo bribe. Dat is zeg maar dat je, je hebt 2 nieuwe camo's. Ik zal ze wel even laten zien. Waarschijnlijk hebben jullie al heel veel video's ervan gezien, maar ik laat het toch even zien. Ja, natuurlijk, van de Dragonfire heb je nu, dus de Dragonfire, de oranje versie. Maar je hebt het nu in het groen en in het paars. En ik vind persoonlijk de groene iets vetter. Puur omdat je zo felle groen natuurlijk niet echt in de game hebt zitten. Hier bij de standaard camo's heb je het gewoon niet. En de paars, ja, dark matte lijkt er een beetje op. Je hebt al een roze-achtige camo, dus groen lijkt me echt het sixth om te krijgen, maar paars zou ik ook niet ontevreden mee zijn. Dus die camo's heb je er natuurlijk in zitten. En ja, voor de rest, je hebt een three of a kind weapon bribe. En wat dat dus inhoudt is dat je 3 wapens uit 1 supply drop kan krijgen. Je krijgt als het goed is 2 range weapons en 1 knife. Dat dacht ik dat het was. En ik heb ook gezien dat een paar mensen gewoon 2 knives hebben gekregen, maar misschien hebben die dan alle range weapons. I don't know. Dus we gaan deze bundel openen. Ik moet heel even kijken wat ik als eerste kan gaan doen. Want ik kan bijvoorbeeld nu gewoon een rare supply drops openen. Van mijn crypto keys natuurlijk. En daaruit kan ik misschien wat duplicates wegwerken. Zodat ik uit de no dupes nog meer nieuwe stuff krijg. Dus ik denk dat we gewoon met de daily dubbel beginnen. En daarna gewoon de hele tijd rare supply drops. En dan zien we wel wat we eruit gaan krijgen. Ik ben fucking benieuwd natuurlijk. Het meeste waar we voor gaan is natuurlijk de enige echte. De SMC, de XMC in Black Ops 3, jongens. Dit wapen, hier gaan we voor. En ja, dit is gewoon de main wapen die ik zo heel erg graag zou willen hebben. Maar ik zou ook zeker niet ontevreden zijn als we de AK-74U krijgen. Deze twee hoef ik niet, want deze heb ik al op andere accounts. En ik vind hem niet heel erg ziek of zo. De Nailgun zou ik niet willen hebben, ook al is hij overpowered. Ik vind het gewoon niet mijn wapen. En natuurlijk de Glue zou ik willen. Deze vind ik, als ik deze krijg, zou ik echt jammer vinden. Natuurlijk, we kunnen ook nog de Olympia krijgen, waar ik ook best wel blij mee zou zijn. Lime Machine Guns hebben we al. Snipers kunnen ook een nieuwe sniper krijgen. Ik hoop persoonlijk niet dat we een sniper gaan krijgen. En jongens, het enige nadeel is, we hebben nog geen 1 DLC pistol. We hebben nog geen 1 DLC pistol. Dus we kunnen ook nog gewoon alle 3 de pistols krijgen. Voor de rest hebben we de lounges wel. Alle melees hebben we niet. We missen er nog 2, maar daar kan je geen range weapon. En we hebben alle specials. Dus op zich hebben we wel heel veel wapens weggewerkt. Alleen we kunnen nog steeds een paar rukwapens krijgen. Maar ja, we gaan gewoon beginnen met de daily dubbel. We gaan gewoon mijn crypto keys spenderen. En ja, we zullen gewoon zien wat we eruit gaan krijgen. Ik ben benieuwd. Boom! Boom! Bauw! Ja, de daily dubbel was volgens mij niet heel erg top om te openen. Maar ja, weet je, het is... Ik neem mijn woorden terug. Het is best wel sick wat je eruit kan krijgen. Die scores is super sick. Ik zie het natuurlijk bij heel veel pack openings dat mensen... Dit ding is echt vet. Vinden heel veel mensen. Dus daar ben ik zeker blij mee. We gaan natuurlijk door met de gewone rare supply drops. We hebben 425 crypto keys. Dus we kunnen gewoon een paar gaan openen. En misschien wat duplicates er weer. En dan gaan we zo door en zo. En daarna... Kom ik een keertje met de PlayStation. Natuurlijk. Soms echt... Dit spel is al best wel lang... Echt heel lang oud. 3 jaar of zo. Heel lang oud. Dat is geen eens een correcte zin. Maar, en er zijn nog steeds van die bugs erin zitten, wat ik wel jammer vind. Nou, ik wil gewoon de supply drops openen, meneer. Dus, ja, wat hebben we eruit gekregen? Want, volgens mij... Oké, dat was eigenlijk helemaal niks. Nou, we gaan gewoon, weer terug naar de rare supply drops. Kom op, bats! Even iets goed, jongens. Even iets goed. Stel dat we nu ook gewoon al een drift krijgen hieruit. Dan zou ook super sick zijn. Want dan hebben we weer een, meer kans op een chill wapen natuurlijk uit de bribe. Dus... Jongens, we moeten de rift hieruit pakken. Oh, de laatste is iets vets. Oh, een nieuw pakje. Die had ik nog niet. Prestige Cam of the Razor Back. Natuurlijk, die cam is niet heel speciaal. Hij is wel op zich niet heel lelijk. Maar kom op, jongens. We moeten de rift eigenlijk... weet je wel, de 1911. Gewoon pistooltjes. Zou ik niet... Ja, dat hoef ik per se niet echt. Maar de... Oh, de laatste helmpje is best wel doof, volgens mij. Yo, oh, die sick tarantula houden. Dat is zo'n slangachtig dingetje, volgens mij. Is dat een slang? Volgens mij wel. Moet straks even wat groter zien houden. Die is wel sick. Nieuwe, yo, even die Prophet. Ik vind het zo'n ruknaam om uit te spreken. Sultan, natuurlijk, is deze maand uitgekomen. Dus daar ben ik zeker blij mee. Let's go, super sick. Alleen we moeten wapens eruit. Weer een nieuwe. Oh shit.
is dit al de vijfde keer dat ik de Furiosong op mijn account pack. Dat dit was mijn eerste DLC-wapen en ik krijg gewoon weer. Maar hey, we hebben wel een wapen, maar niet het wapen wat we willen. We hebben ook een chill hoofdje natuurlijk voor de Seraph, de Dispa. Dus Disparada. Ze komen echt op geniale naam. Maar we hebben in ieder geval wapen, dus misschien betekent dat een seintje dat we meer wapens gaan krijgen. Of natuurlijk dat we helemaal niks gaan krijgen. De geist voor de Spectre, voor de rest was dit echt een rugsupply. Kom op jongens, we kunnen nog een paar openen. We hebben nog steeds kans om hier, we hebben één wapen, maar de Furiosong jongens. Kom op, dat ding heb ik al zo vaak gepakt. Nieuwe emblem, oeh die is vet ouwe. Die calling card ziet er sick uit. 5 of de 6. Natuurlijk, de setjes van de calling cards zouden ook super sick zijn. Dan krijg je zo'n beweging natuurlijk. Oh, de middelste pakje. Nieuw pakje, Omega 3. Super dope, jongens. We krijgen wel echt lijpe nieuwe shit. En dit is niet eens de No Dupes packs, hè. Oké, nog een paar. Oké, hier gaan we niet zoveel uit krijgen, denk ik. Oké, de Firebrand is op zich wel een chille camo. Voor de rest, ja, de Jesters, ja. Ik vind alleen die Epic Jesters wat chill. Voor de rest hoef ik niet. Oh, die is wel sick. Die had ik nog niet. En de laatste. Oh my god. Ja, yes! Yes! Volgens mij heb ik hier nu een full pakje van. En die is fucking sick natuurlijk voor de Firebreak. Dat vind ik een van de vetste pakjes die ze in deze game hebben gemaakt. Ik zweer, dit is zo vet. Die helm is zo donkerblauw. Dat is echt fucking dope. Oké, we kunnen nog twee doen, dacht ik. En misschien hebben we nog wat duplicates. De middelste. Oh, ja, full pakje. Sting. Yes! Oh shit, we krijgen nog best een sicke ding. Oké, wat we nu even moeten kijken is, we hebben wat duplicates. En we gaan nog een paar rare supply drops openen. Oké, we kunnen er nog eentje doen en daarna gaan we... Oh, ik ben zo zenuwachtig. We gaan de No Dupes. Oké, kunnen we nog iets uitkrijgen? Oh, best wel sick. Oké, de SVG 100 camo en natuurlijk de Gem camo. De Gem camo vind ik een van de chillste legendary camo's. En we kunnen er nog één openen. We hebben wat crypto keys gekregen. Dit is niet echt iets wat... Oh, ah, jammer. Geen calling card. Dan dacht ik van misschien weer een setje. Hebben we nog? Ja, we hebben niet zoveel duplicates. Oké, maar dit was niet eens de Brightbow. We hebben nog eigenlijk gewoon onze crypto keys alleen opgespendeerd. Waar ik echt gewoon een week lang voor heb gespaard. En ik kan echt niet sparen. Wat zullen we doen, jongens? Eerst de camo bribe of de bundel? Laten we gewoon eerst de bundel doen. Fuck it. En daarna gaan we gewoon de camo doen. Oké, kom op. Hier kunnen we geen duplicates uit krijgen. Dus als het goed is krijgen we alleen maar nieuwe dingen. Hoop ik tenminste. Nou, de Ritual, Dragon camo. Dragon gebruik ik nooit. Dus wie weet. Oeh, pak je? Nice, is weer een nieuwe. We krijgen wel echt de nieuwe pakjes van augustus. Dit is wel echt super dope, want die heb ik nog niet. Maar kom jongens, bam! Ach, dit is heel jammer. En volgens mij zit er wel een systeem in als je bijvoorbeeld van de common, dat je daar geen duplicates uit krijgt. Maar ik heb bijvoorbeeld alle camos van de commons al. Dan krijg je alsnog denk ik duplicates, dat denk ik. Oké, die had ik nog niet, super dope. Een nieuwe emblem en een Weevil FMJ variant. Die variant kan ik ook nog allemaal krijgen. Maar dit pakje ziet er wel dope uit voor de battery. Alleen we hebben helaas al een vette gouden en die is super sick. Ik meen serieus, dat is een Sting. Die is echt, die is ook wel een van de mooiste pakjes natuurlijk. Kom op jongens, even een wapentje erop. Oeh, Legendary Run. De grijs voor de Prophet en de verde Pharaoh camo. De verde jongens, wat een rukke naam. Oké, kom op. Jammer jongens, kom op. We hebben nog steeds 13 nog te gaan. We krijgen ook lijp veel crypto keys, maar jongens. Stel dat bij deze supply drop 3 epics kwamen. Dat zou fucking sick zijn. Maar de mummy en de constant... Oh, die is... Ja, ik vind die niet zo heel speciaal. Maar deze is wel echt sick. Echt zo met dat verband, ouwe. Nice. Oké, dan we krijgen wel gewoon lijpe shit. Dit is echt weer zo'n ruk supply. Dat kan je gelijk zien. We gaan het ineens over hebben, jongens. We gaan gewoon door. Nog 11 te gaan. Kom op. Een wapen, jongens. Een wapen. De laatste. De Swindler Razorback Camo. Ik weet niet zeker of ik die nog had. We kunnen straks gewoon zien hoeveel duplicates we hebben gekregen. Oh, ik heb een epic. Laatste epic. Oh my god. Je meen het! Oh shit! Ik zag het wel hoor! Ik zag het! Dat was de AK-74U! Shit oh man! Shit! Oh my god! Ik zeg het je, die No Dupes! Als je bijvoorbeeld een epic genre van wapens krijgt, dan krijg je sowieso gegarandeerd nieuw wapen. Wacht, ja, voor even, recent, de AK-74U, pas, weer een nieuw wapen, weer, de kans wordt steeds groter om de MSMC te krijgen, holy shit, ik ben echt blij met dit wapen, ouwe. Oh, die had ik nog niet, en dit is wel een van de vetste en chillste submachine guns die er zijn, oeh, mooi, echt, holy shit, ik ben, oké, fucking sick, we hebben al twee wapens, maar we kunnen nog steeds doorgaan, dus we gaan gewoon door jongens, maar holy shit, AK-74U. Oh.
Dat is zeker een nice, jongen. Alleen nog... Ja, we kunnen nog steeds die rift krijgen. En dat zit me nog steeds niet lekker, ouwe. Maar holy shit, ouwe. Nog 70 te gaan, trouwens. Oh, de AK-virus heeft hoe op je batsbeer. Batsbeer. Hey, duimpje nog voor de batsbeer. Holy shit, ouwe. We hebben ook nog 93 cryptokies. Holy shit. Oh, ik dacht dat... Oh, oké. Okay. Wat nu slim is, denk ik, jongens. We hebben nog 5 duplicates. Zou ik dan even nog een 3 rares openen? Dan maken we misschien nog de kans... groter dat we een nieuwe speel krijgen. Dus dat is slim. Kijk, want dan kan je bijvoorbeeld... Die derde is nou natuurlijk heel erg speciaal. En dan kan je die dus niet meer krijgen uit die... No dude, dus mijn draadje... Oh, mijn headset zit helemaal in de knoop. Ik stond net op, dat is niet zo slim. Oké, ja, ik weet niet of we hier iets uit gaan krijgen. Maar dat maakt natuurlijk de kans groter dat we geen duplicates krijgen. Oké, de Shank, die had ik al. Ja, hier kan je dus wel duplicates uit krijgen. Maar oké, we gaan nu gewoon weer door met de 5. Ik ben echt... Holy shit, AK-74 uur. Holy damn. Oké, de light. Ja, die had ik nog niet... Die had ik ook dus niet. Oké. Ja, hier heb je niet zoveel aan. We gaan de 4 doen. Oké, let's go. Die is nice. Die is zeker nice. Die is... Full pak je weer. Dat is echt, jongens. Op mijn account heb ik zoveel spul unlocked, ouwe. Dat is niet normaal. Dus ik kan best wel vette shit krijgen. 30 gratis crypto keys. Oké, laten we weer even een rare er tussendoor gooien. Om de kans nog steeds groter te maken. Dat we een nieuwe supply... Dat is niks, hoor. Ik zag even een wapentje voorbij schijnen of zo. Iets in die richting. Dus ja, die app is. We krijgen. Oeh, dat is sick. Swindlercam hem op de Cuda. Die gebruikt nog steeds veel de Cuda. En holy shit, die Omega 3. Volgens mij hadden we die al, maar die ziet er. Nee, die hadden we nog niet. Die ziet er wel echt dope uit. Holy damn. Oké, de laatste 3 van de bundel van de 20. No dupes. Dit wordt helemaal niks. Dit heb ik legit allemaal al. Dus daar gaan we niet eens naar kijken. Oeh, die had er nog niet. Die is al best wel oud. Maar die vind ik wel dope. Oké, nice. Ja, de laatste no dupes. Let's go. Fuck yeah. Oh, dit is zoals... Ja, dit is te doen. Nou, nah, dit is niet echt heel speciaal. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou gaat het wat trickier worden. Wacht, kan ik bij de duplicates kijken? Ja, kijk. Je kreeg vooral de comments, ouwe. Holy damn, we hebben echt veel comments gekregen. Oké, holy shit, hoeveel... Hoeveel gaat het worden? 44. Oké. Okay. We gaan nu de camo doen. Ik blijf gewoon kijken, want dit is op zich... Maar mij niet uit welke van ik 2 krijg. Ik hoop goed, maar paars is ook oké. Paars, oké, paars. Natuurlijk, oh, het is nog steeds een super sicke camo. Hij ziet er wel echt dope uit op wapens. Groen helaas was wel wat chiller geweest, maar we gaan natuurlijk even de nog laatste rare supply erop openen. Oké, okay, dat is, nou, weet je, we hebben wat. Maar jongens, 3 of a kind. Oké. Okay. We kunnen nog steeds 2 handpistols krijgen. 11 de sniper. Oh, dit kan nog zo ruk aflopen. Ik hoop de MCMC. Ik hoop echt de MCMC. Ja, de MCMC Galil ben ik blij mee, maar niet een handpistol. Doe dat mij niet aan, oké? Okay? Of de sniper, dat zou ik echt kut vinden. Ja, ik ga hem omdraaien, jongens. En dan gaan we hem openen. Let's fucking go, jongens. Let's fucking go. Oh my god. Oh my god! Waarom twee fucking knives? Maar we hebben de MCC! Yeah. Bam! Oh my god, ik kan het niet geloven, jongens! Oh, wat sick, gast! Oh my god! Oh my god! Ik weet niet waarom ik 2 knives kreeg. Ik dacht dat je 2 range weapons zou krijgen. Maar dit zijn wel de laatste 2 melee weapons die ik nog moest. Ik heb alle melee weapons nu. En holy shit, de enige echte XMC. Oh, wat ben ik blij. Heb ik zo geluk met die bribes, ouwe. Ik krijg altijd de wapens die ik wil. Dat is echt niet normaal. Toen ik begon met dit account, met de Mission Shark natuurlijk. En ik open supply drops en bribes. En ik kreeg maar niet wat ik wou. En de laatste maanden is het eigenlijk... Heb ik grote packluck, dat zweer ik. De fucking AK-74U en de XMC. En natuurlijk 3 knives, holy shit. Oké, nou de laatste rare om het af te leren natuurlijk. Dit spel, ik zeg nog steeds die bugs, ouwe. Oh my god, we weten niet wat. Als we nu zien dat er 3 wapens staan, dan ik hem. Dat is dit. Holy shit. Oh, ik ben zo blij, ouwe. Tering. Oh, ik mag niet schelden in mijn video. Dat is echt kut gezeik trouwens. Wat hebben we? Ah, oké. Dat was natuurlijk echt een poep supply erop. Nou, de laatste komen dan nog maar. Jongens, echt, we hebben lijpe pakjes, we hebben lijpe kalikas, we hebben fucking sicke wapens. Ik ga even loeren wat we allemaal hebben. Oh, daar hebben we natuurlijk. De
Dan gaan we even de nieuwe paarse camel opzetten. Die natuurlijk super dope eruit ziet. Kijk, oh, dat ziet er wel echt sick uit op die AN hoor. Ja, dat geeft wel. Dat is wel. Ja, dat is wel nice. Super sick. Oké, even de ICR wegdoen. Voor natuurlijk. We hebben twee. Freaking. Oh, ja, maar echt de MSMC ouwe. De XMC. We konden ook nog gewoon deze twee krijgen, hè? Maar we krijgen gewoon wat wij wilden. What the heck, ouwe? Nou, dit, we zijn nog gewoon. Hey, ik heb ook allemaal shit. We gaan de quick draw. De grip en ja, de fast max moeten we nog even unlocken, maar. Damn, ouwe. Ik ben echt serieus. Echt tevreden over deze laatste bribe opening. Kijk dit. Holy shit. Kijk hoe sick dat eruit ziet, ouwe. Oh shit. Dit is fucking sick. En natuurlijk even de AK-74U eruit tikken. Oh my god, hier. Dit is echt. Ja, jongens, dit is echt de beste. We hebben zoveel lijpe supply drop openings gehad. Maar dit is denk ik al een van de beste. Twee awesome, sicke wapens. Holy shit. Holy damn. Ja, we gaan nog even de pakjes langs natuurlijk. Want we hebben echt lijp veel shit gehad. Ik zweer het. Holy damn. Natuurlijk hier hebben we het nieuwste hoofdje. De Scorch. De lava. Ik noem het even de lava hoofdje. Het ziet er wel fucking sick uit. Helaas hebben we nog niet daar echt het pakje voor. Dat moet je deze hebben. Dus ja, helaas wel dat. Hij past ook niet echt bij iets bij. Dat is wel jammer. Nou, ach ja, hij ziet er wel super dope uit. Dat zeg je eerlijk. Hier hebben we fucking vier helmpjes voor. Holy shit, caterpillen. Nou, die kennen we allemaal wel. Dat is die groene. Oeh, die rode is wel sick hoor. Constrictrate. Ja, oké. Okay, ik vind die. Het lijkt net of ze iets te grondig met een chocoladereep naar binnen heeft gewerkt. Want ze heeft haar hele mond. Oké. Maar deze is wel vet, haal. Met z'n van die tanden lijkt niet zo'n dinosaurus op haar hoofd. En dan hebben we de spinnenweb. Hebben we dat? Oh, we hebben een full pakje. Ja, dit is sick. Nice, weer een full pakje erbij. Ik ga trouwens alleen even deze tans doen, want die andere. Run away. Come on, run. Ik heb gewonnen. Ga weg. Maar deze is nog steeds wel vet, dat is met die drones. Toch? Ja, kijk hier, dat is wel sick. Die nemen we sowieso. De Prophet hebben we ook. Nieuwe helpjes. Twee, één nieuw. Sultan. Oké, okay, dit is een nieuwe. Oeh. Hebben we daar full pakje? Nee. Oh, die is wel echt. Holy shit. Die is wel vet, ouwe. Oké, dat kunnen we nog steeds gewoon uit die rare supply drops krijgen. En de gijs natuurlijk. Nou, die is niet heel speciaal. Dus dat is wel sick, ouwe. Dat we ook weer een nieuw elfje. Alleen de Scarab is tot nu toe wel mijn mooiste pakje nu die ik voor dit dingetje heb. We hebben daar nog een. Nee, we hebben geen The First Place stand. Dit is sick. Oké, dit was mijn pakje eerst. Ik had gewoon het gouden helmpje op die bij hoorde. Zeg maar. Of die er niet bij hoorde. Hoe heet die dingen nou? Oh. Zeg maar dat je die gouden pakjes moet halen. Ik weet niet eens hoe dat heet. De hero's, jongen, ik heb dat zo lang geleden gehad. Oeh, die panda is ook wel echt sick, maar dat zie je toch niet? Je hebt zo'n poepvlek op je oog, dat kan je niet zien. Maar dit is, yo, die gouden bril, dit is ook met die knives erbij, de Blissing Knight, dit is sick, holy shit. De MMA fighter, natuurlijk dat rode punky, en we hebben nog de berserker, die zien we in de poep gevallen, nou, dit is, holy shit. Oké, dit is misschien een beetje apart, maar kijk het kruis. Het is gewoon aan elkaar genaaid. Like, what the fuck, jongen. Oh shit. Oké, hier hebben we twee nieuwe. Oké, not finished. Oh yeah. Oké. Opistitum. Opis. Ja, dat is het praten. Maar wat is die hier? Ja, wacht, ik had toch. Ja, die is natuurlijk een mooie. Holy shit. Voor de Seraph hebben we ook natuurlijk nieuwe helpers. De Desperada. Met het mooie hoedje op. Dat is wel dope hoor. Dus een vet hoedje. En de Tombstone. Oké, hoe zit dit eruit dan? Die. Oeh, dat is wel echt sick met dat goud. Heb ik daar een beetje een pakje die erbij? Zeg, deze past er wel redelijk. Ja. En deze is wel dik. Ja, met zo'n hoedje op. Dat is wel sick hoor. En hier hebben ook een nieuwe, oké. Okay. Oeh, ik dacht dat hij de knife ging pakken. Je hebt natuurlijk ook zo'n ding met de knife. Dit is met die wraps. Die is ook wel sick. Hier, 3, 2, 1. Ting, ting, ting. Ja, prachtig jongen. Echt gefeest die flapse Pokémon. En we hebben echt zoveel pakjes. Holy shit. De Red Kill. Hoe ziet die eruit? Oh. Ja, nou, ja. Hij is wel sick, maar deze is sick. Het is hetzelfde, alleen andere kleur en een beetje andere design. Maar deze is wel echt doper. Hoofdje hebben we natuurlijk de mummy met zo'n mummy ingepakt ding. Hebben we daar ook het bodyteam van, toevallig? Ja. Oké, okay, dat is, ja, ik vind het persoonlijk niet heel mooi. Dat oranje vind ik gewoon niet zo mooi. Maar dat is wel sick dat we weer gewoon een heel pakje erbij hebben. De Reaper hebben we een nieuw hoofdje voor. Welk hoofdje hebben we hiervoor? De Tarantula. Oh, die is wel echt sick. Hebben we daar toevallig een pankje voor? Ik weet niet welke Tarantula is. Oh my god. Jongens, ik word echt gek van die service. Nee, maar volgens mij hebben we geen full pakje ervan. Echt toevallig. Tijdens deze video moet ik weer uit die service gekeken worden. Het is echt niet normaal hoeveel dat gebeurt. Oh my god. Kunnen we even naar multiplayer? Dankjewel. Even naar Black Market. Oh nee, ik moet niet eens hierheen. Naar Specialist.
Ja, nee, volgens mij hebben we geen pankje ervan. Dat is hier ergens? Tarantula? Waar is de Tarantula, jongens? Nou, whatever. We hebben er volgens mij niet. Dus, maar, oh ja, ik zag hem net al. Ja, de ijs op zich, ja, we hebben een nieuw hoofdje. Alleen, ja, we hebben er dus niet echt veel aan. Wat is dit dan? Oh, hij doet het niet. Nou, oké, dat is wel op zich wel een nice hoofdje. Alleen het voelt pakjes niet echt af. Maar dit is een vette. Want kijk, je ziet nu natuurlijk mijn outfit. En kijk, hey, we hebben Dragonfly, die is wel sick. Gijs natuurlijk, die kennen we allemaal. Maar deze Chrome, ik vind het zo dope eruit zien. Met zo'n, zeg maar, poppenmasker op. Dat is echt creepy gewoon. Holy shit, Panda hebben we natuurlijk ook. Die is ook wel dope. En de Ayakashi, die hadden we al. Ik heb legit een pakje van hout, ouwe. Dat is best wel dope. Shank, oh, die hadden we nog niet. Oh, lol. Oké, Ayakashi. Die is van hout, maar ik vind deze is wel echt sick. Holy shit. Echt, ik vind dat fucking dope eruit zien. Nou, dat was het voor de Spectre en de laatste special. Oké, ik weet natuurlijk, oh, ja, jawel, ja, kijk het volpak, kijk die helm en kijk dit volpakje. Ja, hier ben ik echt blij mee. Holy shit, ik vind die helm zo fucking sick. Maar ik wist niet bij welk pakje ik hem moest doen, want het matchte niet echt. Maar nu hebben we het volpakje en dit ziet er echt dope uit. We hadden ook nog de Depth Charge. Nou, het is gewoon een lege helmpie. Dit is niet echt speciaal. Maar dit is echt dope. Holy damn. Hebben we nog wat leuke calling kaartjes gekregen? Ja, 2 zo te zien. Even loeren. Dan moet ik even altijd kijken. Want ik weet niet welke. Oké, we hebben hier 4 van de 6. Oké, dan zijn we lekker op weg. En hier hebben we 5 van de 6. Deze is ook wel echt dope. We kunnen dan bijna die full dings. Ik heb een paar bewegende. Maar een paar moeten we nog echt wel veel hebben. Ja. Maar ja, dat was het. Het was super sick. We hebben natuurlijk freaking sick wapens gekregen. Natuurlijk de AK-74U en de XMC. Dat was een harde klap. En ik hoop dat jullie deze video ook hard vonden. Vergeet dan zeker een duimpje omhoog te doen. Te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik, jongens, tot de volgende keer. Bye bye, mensen.